De topper PSV Ajax stond dit jaar vooral in het teken van de botsing van doelman Titon. En Titon met de Rijk. Bal ligt los. Afgefloten, nu pas. Ja. Ja, dit was ook een heel vreselijk moment. En van mijn kant kon ik al gelijk zien. Hij had die bal vast en liet hem ook zomaar los. Dus dat was iets niet goed. Ja, er kwam een flankbal van volgens mij Eriksen, die er achter de linie tussen de keeper en de laatste linie probeerde te spelen. En ik probeer die daaruit te halen en ik zie hem komen en ik ga er naast lopen. En met dat ik die tackle inzet, komt hij uit en met zijn voorhoofd precies op mijn knie. Dus ja, lagen we allebei geveld op de grond en die behoorlijk bij mij ook zeer, maar bij hem een stukje harder natuurlijk. Zag je meteen dat het goed mis was bij Titon? Ja, dat zag ik gelijk, maar ik voelde het ook gelijk, dat klopte niet. Ik zag hem precies, ik zag hem precies voor me met mijn knie vol op zijn voorhoofd. Dus ik wist al dat het heel erg was zou zijn met hem. Maar ik had zelf toen ook heel erg last, dus in het begin daarvan heb ik niet precies kunnen zien. Nou, op dit moment dacht ik dat het goed was. Hij heeft een zware hersenschudding. Hij heeft alle onderzoeken doorstaan en gelukkig is er niets kapot. Dat is mijn informatie op dit moment. En zo gaat de Poolse doelman na een uitgebreide verzorging onder luid applaus van het veld. Een ovatie die Ballas Dudzak een uur eerder ontving, toen hij afscheid nam van het Eindhovense publiek. I would like to say to the best supporters in my first career in PSV to say goodbye and thank you for the all songs when you sing my name and all supporters and all kind of nice things to make happy. Van het applaus van Ballas Dudzak gaan we naar het eerste applaus in de wedstrijd. Het is de tweede minuut en de ontvanger is Tim Matafs. Ja, dat moest wel. Je bent spits, of je bent het niet, over heel Eindhoven vraagt om een spits die kan scoren. En dan kom je en dan krijg je zoveel ruimte. En dus komt PSV vroeg in de wedstrijd op een gewenste voorsprong. En gaat alles naar wens. Tot de botsing van Titon en de Rijk, die ook voor reservekeeper Khalid Sinou gevolgen heeft. Ja, het is gewoon natuurlijk treurig voor Titon. Kijk, ik ben sportman, ik wil natuurlijk altijd spelen en iedereen wil dat, maar niet zo. Wat voor gevoel kom je dan het veld in? Ja, dit schakel je uit. Kijk, je gaat gewoon het veld in, ik wil gewoon winnen. Heel simpel. Kijk, dan moet je even uitschakelen dat iemand geblesseerd is geraakt. Kijk, na de wedstrijd kun je erover nadenken. Maar op dat moment moet je jezelf scherp zien te krijgen en dat is het allerbelangrijkste. Een kwartier heeft de wedstrijd uiteindelijk stilgelegen. Titon is dus vervangen door Sinou en Ajax heeft balbezit op de helft van PSV. Maar het is duidelijk dat de Eindhovenaren last ondervinden van het gebeurde ongeluk. Jansen, De Jong, Sigurdsson, geen overtreding, Sigurdsson gaat scoren. En alles van PSV dacht aan een overtreding, maar Kuipers liep al gewoon door, dus die floot niet. Het is nu dus 1-1 en PSV lijkt even de weg kwijt. Ja, dat zag je ook, hè. Dat zag je ook. Ik kwam erin en ik dacht, nou, het zag er een beetje onsamenhorig uit. We waren geen ploeg. Ik vond het zeer apathisch ingrijpen bij die 1-1. En door mijn centrum gaat een duel aan. En in mijn optiek, dat is gewoon een normaal duel. Er is niks aan de hand. Dus en dan mag je niet. Dan moet je namelijk alert zijn. En zeker op het moment als die bal dan weer valt, dan moeten we bovenop zitten. Dit is eigenlijk te gemakkelijk. Maar goed, je gaat door. Ze maken 1-1 en dan moet je tweede helft moet je gewoon weer de draad oppakken. Dat hebben we gelukkig gedaan. En net als wel vaker doet PSV dat vanaf de linkerflank. Mertens. Dreigen. Eriksson zoekt ook nog een plekje voor hem. Matafs! Oh! Ja, dat was eigenlijk genieten. Deze bal wil er nog niet in. Maar nog geen 3 minuten later is het opnieuw Dries Mertens. Mertens. Van der Wiel. Strafschop. Ja, ik kom naar binnen en hij wil me aanvallen. En ik kap hem uit en hij haakt me gewoon. Dus het is gewoon een penalty. Mertens heeft de bal en Van der Wiel doet dit. En doet het binnen de strafschop. Ja, dan is het een strafschop. Voor jou 100% duidelijk. Ja, ik denk dat hij van me moet afblijven. Dus dat, dat ik dan door kan lopen. En nu raakt hij me aan en ik val. Nu Wijnaldum. Hoe cool is hij? Heel cool. Ik
Kijk, in de tweede helft, wat we de tweede helft hebben gedaan, dat is namelijk, we zijn wat sneller druk gaan zetten, wat vroeger druk gaan zetten. We hebben ook gezegd van, ga met wat meer lef spelen, durf te voetballen. En dat hebben we hele fase in de eerste helft, in mijn optiek, heeft het daar ook aan ontbroken. Maar in die tweede helft doet PSV er dus alles aan om dat recht te trekken. Mertens! En op de doellijn, Alderwereld. Je hebt kansen op 3-1 en eigenlijk moet je die afmaken. Is dat het verhaal van deze wedstrijd, dat jullie vergeten zijn hem over de lijn te trekken? Ja, op die drie, die kansen die je krijgt wel. Mertens. En Marcelo was dichtbij een treffer. En zo vergeet PSV dus verder uit te lopen in de wedstrijd. Ja, denk ik wel zeker. In de tweede helft hebben we toch de kans gehad om te scoren en misschien wel moeten scoren. Wijnaldum, Lens. Wijnaldum, Matas voor en Vermeer goed uit. En wanneer je zelf niet scoort, dan valt hij, zoals een oude voetbalgezegde luidt, vaak aan de andere kant. Al is Kalitsinou in eerste instantie nog een sta in de weg. Bulikin. De Jong. Eriksen. Sinou. Kijk, je wil natuurlijk als je komt te spelen, dan wil je gewoon het goed doen. En ik ben blij dat het gelukkig redelijk is gegaan. We moeten niet overdrijven. In mijn optiek, wat je verwacht van een keeper. Dus hij stond er, hij had uitstraling, was allemaal oké. Okay. Redde dag 1 of 2 keer. Goed. Maar uiteindelijk moet de ervaren doelman toch capituleren. En scoort Ajax de gelijkmaker. Van der Wiel. En Bulikin. Bulikin scoort. Ja, ik wist dat hij daar ging gaan, dus ik had me al voorbereid. En die bal kwam maar net achter en ik kon er nog net met zijn tip van zijn voet bij. Ik denk dat Erik, zeker als je naar de klok gaat kijken, dan moet hij wat verder wegwerken. En dan los je die situatie op. Ja, en dan geeft hij natuurlijk, ik moet wel zeggen, voor mij was het een geweldige voorzet. Die geeft hij ook direct. Hij aarzelt niet. En dat dit Bulikin tikt hem binnen. Ja. En dan is het heel zuur dat zo'n wedstrijd dan uitloopt in 2-2. En zo eindigt de eerste topper van het seizoen onbeslist. Heeft PSV een kans laten liggen en is de Rijk met zijn gedachten misschien wel bij Titon. Maar het laatste woord is aan trainer Fred Rutte. De momenten van het aantal tegendoelpunten, maar ook het momenten van balbezit moeten we soms. Soms hoef je niet per se op jacht te gaan naar die goal. Die goal kan ook ontstaan. En dat is de balans die we moeten vinden in dit team. En dit zijn de uitslagen van speelronde 6. De topper tussen PSV en Ajax eindigt dus in een 2-2 gelijkspel. Nek-nak wordt 1-2. Feyenoord wint opnieuw, dit keer van de Graafschap. FC Twente verslaat ADO Den Haag na rust en wint met 5-2. En ook AZ blijft winnen. Het wint met 2-1 bij RKC Waalwijk. Utrecht-Heracles tenslotte eindigt in 2-2. Dan de stand. FC Twente is koploper samen met AZ, maar de Tukkers hebben het beste doelsaldo. Ajax vinden we terug op plek 3. Feyenoord verrassend op plek 4 en PSV met 11 punten uit 6 wedstrijden vinden we terug op plek 5. Dan de topscorers van PSV. Dries Mertens scoorde niet en staat dus nog altijd op 7 doelpunten. En dan de doelpuntenmakers. Jorginho Wijnaldum scoorde 1 keer en komt op 2. En nu Tim Matafs 1 doelpunt voor PSV.